Ja mensen, welkom bij een pittig kermisjournaal. Wat niet alleen kermisjournaal is met nieuws, maar ook met een keiharde boodschap erin. Echt keihard. Welkom mensen. Welkom mensen bij het kermisjournaal. Een lastig onderwerp waar ik het toch wel eventjes over wil hebben met jullie. Jullie weten het, want ik besteed er elk jaar heel erg veel aandacht aan. Ik woon in Goes, dat is mijn thuiskermis. En voorafgaand aan dit alles, ja, er is een verhaal naartoe. Toen Rutte bekend maakte dat de kermissen weer open mochten en zo, toen was bij ons, want Kelvin woont ook in Goes, Tim Schuh bijvoorbeeld ook, is ook zo, en velen met mij, was de hoop dat Kermis Goes toch door kon gaan. En wij hadden afgesproken met elkaar van wij gaan er alles aan doen om ons steentje bij te dragen zodat de Kermis Goes toch door kan gaan. Nou ja, ik heb dat vrij serieus op me genomen. Met mail, een gelijke mail gestuurd van gemeente Goes. Doe niet zoals de rest. Want in die tussentijd was Middelburg al zonder verder te kijken dan hun neus lang is afgelast. Ze zei ja, pas niet op de markt. Kan niet op de markt, want je kunt niet afsluiten. En we hebben ruimte beloofd aan de cafés. Terwijl ik denk van kijk eens naar andere opties. En die opties die schijnen echt te wezen. Er schijnt daar een of ander grasveld te wezen waar wel eens een festivaletje is. Ja, plaats het daar dan. Kijk in ieder geval verder. Vlissingen is afgelast. Rennes is afgelast. Nou, kortom, heel veel grote Zeeuwse kermissen. Die werden afgelast zonder verder te kijken. Nou, toen kwam op een gegeven moment de regionale veiligheidsraad. Kwam met kermissen die mogen, maar ze moeten afgesloten zijn, dus hek omheen zijn en coronaproof. Coronaproof weten we allemaal wel een beetje hoe dat nu zit. Coronaproof is coronaproof. In Zevenaar is 2 weken geleden kermis geweest, of 3 weken, weet ik het niet veel over. Geen coronabesmetting uitgekomen, dus inderdaad, kermis is coronaproof. We hebben het in Moergestel gezien, we hebben het in Schijndel gezien, we hebben het nu in Tilburg gezien. Apeldoorn draait op dit moment, is coronaproof. Apeldoorn is daar denk ik wel het beste voorbeeld in en ook het beste te vergelijken met hoe Goes het wilde doen. Want ik had gelijk toen die veiligheidsraad kwam van hekken eromheen. En dan dacht ik al, ai, daar zit maar een hele kleine kans in dat het een centrum kan komen dit jaar. Wat de beste plek is voor de kermis Goes hoor. Dus ik zei, nou we zeiden eigenlijk allemaal wel een beetje van, jongens, wij gaan onze zinnen zetten op een andere plek. Want er zijn alternatieven in Goes. Laten wij niet het gaan laten gebeuren wat er in Middelburg gebeurt. Door, ja, het kan in het centrum dus geen kermis. Nee, laten wij gelijk alternatieven neer gaan leggen. Zodat ze naar die alternatieven gaan kijken en er toch een alternatieve kermis kan komen. Dus wij zijn toen gaan zitten op de Zeelandhallen. Maar er waren nog meer alternatieven hoor. Maar wij zaten specifiek op de Zeelandhallen. Want, en dat was mijn achterliggende gedachte. Alles wat in het centrum staat, zou komen staan. Zou op het terrein van de Zeelandhallen kunnen staan. Dat was mijn achterliggende gedachte daarbij. Ik heb daarbij een mail gestuurd naar de gemeente. Met ook daarin van, jongens, luister, als jullie van mij meer dingen willen weten. Ik doe meer dan 60 kermissen per jaar. Ik heb het niet exact bijgehouden, maar ik denk dat als ik het een keer exact bijhoud, ik wil dat gaan doen zodra corona voorbij is. Want het was eigenlijk voor dit jaar de bedoeling. Maar ik denk dat ik het echt bijgehouden. Dat ik daar nog overheen kom boven die 60. Maar laten we het gesprek aangaan. Daarmee liet ik zien dat ik op mijn manier die kermis de goede richting op wilde duwen. Omdat de kermis de goes. Ja, veel voor mij betekent. Het is mijn thuiskermis. Daar doe je veel meer voor. En ik vind ook, dat moet je als kermisfan doen. Je moet voor jouw kermis instaan.
Al organiseer je hem zelf niet helemaal. Je moet er toch voor instaan. En als ik kan helpen om die kermis door te laten gaan, dan zal ik dat doen. En dat was mijn insteek om dus die actie te ondernemen. Nou goed. Uiteindelijk is de organisatie ook richting de Zeelandhallen gegaan. Van, nou, dat is een mooie locatie. Daar wil ik niet mee zeggen dat dat komt omdat ik daar met een groep opgezeten heb. Door dat onder de aandacht te brengen op de gemeente Goes Facebookpagina. En om de gemeente Goes daar behoorlijk mee, nou, niet te spammen, maar wel dat duidelijk te maken. Daar wil ik niet zeggen dat mijn verdienste is. Zeker niet. Maar de organisatie is daar wel uiteindelijk gekomen. En nou ja, goed, daar stond een wat ik te horen gekregen, stond daar een heel goed concept. Maar de mensen die dat terrein van de Zeeland al niet kennen, dat terrein is zo gigantisch groot dat je daar een echte coronaproeven kermis kan neerzetten. Echt een 100% coronaproeven kermis. Dus wij waren wel positief over dat idee van, nou, ze willen toch echt naar die Zeelandhallen toe. Ja, wij zagen dat wel zitten. En met de nodige reclame zou dat nog wel een succes kunnen worden ook. Dat een exploitant ook nog eens een keer met een gevulde portemonnee vandaan komt. Dus wij waren daar wel enthousiast over. Nou, toen kwam op een gegeven moment, werden er ook wat dingetjes die naar ons toe kwamen. Van, ik ga naar Goes, werd er dan tegen ons gezegd. Nou ja, en toen we dat hoorden, ja, dan word je natuurlijk wel blij. Want dat waren echt mensen. Er zou dit jaar, naar mijn mening, de beste kermis in Goes ooit komen. Als het zo zou wezen zoals het in mijn hoofd zat. Want ik wist een attractie die zou komen. Nou ja, goed, als dan nog een attractie zou komen, ja, dan zou het echt de topkermis Goes ooit worden. Dat zou de beste lijst ooit worden. Dan kwamen er nog dingen naar voren. En dat komt ook in het aankomende dingen naar voren. Dat is dat. Dat komt daar niet in voor trouwens. Ik kreeg te horen dat de kermis iets verzet zou worden. Nou ja, laat ik het daarbij houden. Want de rest staat niet in het artikel. Staat ook niet in het artikel dat verlegd zou worden overigens. Maar goed, dat is een mediabericht. En het mediabericht, ja, media vertrouwt niet zo heel erg. Kom ik zo meteen nog op terug in het kermis snel. Dus de papieren waren heel erg goed. Het zou echt een topcamps worden. Ik zou er ook heel vaak naartoe kunnen gaan en zo. Het zou fantastisch worden. Hetgeen wat ik wist. Tegelijkertijd wist ik ook toen ik dat nieuwtje hoorde dat er een corona-uitbraak was in Goes. Er waren jongens geweest. En als de jongens naar mijn video's kijken. Klootzakken. Zijn het. Want die hebben illegale feestjes gehouden. Er zijn twee illegale feestjes in Goes geweest. Thuis bij mensen. En daardoor is er een corona-uitbraak gekomen. Met ongeveer 50 besmettingen. Ze zijn nog niet, toen ze dus klachten kregen, zijn ze nog niet gelijk thuis blijven zitten in quarantaine. Nee, zij is doorgegaan. Waardoor op de voetbalvereniging en of vrienden onder elkaar, dat dat steeds uitgebreid is. Tot dus nu 50 besmettingen. Die besmetting is overigens gestopt. Er zijn nu geen nieuwe besmettingen bijgekomen. En dan weet je dat het lastig is. Je weet dat het lastig is om die kermis door te laten gaan. Dat is één. Dat weet je gewoon dat de gemeente, want die moest nog een beslissing nemen. Ja, dan weet je dat dit niet meespeelt. Dit niet in het voordeel van die kermis speelt. Nou ja, en dus ook vandaag het bericht naar buiten dat er geen kermiskoers niet doorgaat. Ik ga het bericht even voorlezen. Van Omroep Zeeland overigens. Ik hoop dat het wel een betrouwbare media is. Al twijfel ik daar ook aan. Want de recente corona-uitbraak zet definitieve streep door kermiskoers. De kermiskoers is afgelast door de corona-uitbraak van vorige week. De gemeente vindt het een te groot risico om dat evenement door te laten gaan. De kermiskoers zou dit jaar uitwijken van de binnenstad naar het parkeerterrein van de Zeelandhallen. Maar dat plan is nu ook van tafel. Volgens organisator Johan Orderman zou er in augustus zelfs een achtbaan en een groot reuzenrad komen naar Goes. Het was allemaal geregeld met de gemeente en de Zeelandhallen. Zo,
Maar er gaat een dikke streep door. Wel begrijp ik de beslissing van de burgemeester volledig. Ja, ik kom er later nog op terug. Hoe onbetrouwbaar de media kan wezen. Want hier ook, ik heb daar weer een twijfelingetje over dat laatste zinnetje. Want wel begrijp ik de beslissing van de burgemeester volledig. Dat kan hij gezegd hebben, meneer Orleman. Maar ik heb daar mijn twijfels over of hij dat ook echt daadwerkelijk gezegd heeft. Of dat Omroep Zeeland nu in dit geval denkt van, leuk zinnetje, we zetten het er even bij. Want zo denkt de media vaak. Ik kom daar zo meteen op terug van, we begrijpen de beslissing van de burgemeester volledig. Daar kom ik zo meteen even, ga ik dieper op in, want daar wil ik mijn eigen mening over geven. Het is de zoveelste kermis in Zeeland die dit jaar niet doorgaat. De kermis in Zierikzee Renesse werden deze week afgelast. Eerder werd al bekend dat de kermis in Vlissingen en Middelburg niet doorgaan. Die twee laatste, ja, ik weet niet precies hoe dat in Renesse en Zierikzee is, maar die twee laatste, daar is sowieso een punt achter zet zonder verder te kijken. Hè. In Goes wordt er nog verder gekeken naar een alternatieve locatie, daar bij die steden niet. Dat vind ik wel echt een punt van kritiek, dat ik denk van jullie zijn absoluut niet pro-kermis. Goes laat wat dat betreft wel zien dat ze alles eraan wilden doen. Met name is dat gewoon de eer aan de organisatie hoor, niet zozeer aan de gemeente Goes. Alhoewel, ze hadden het er doorheen, dus gemeente Goes die was daar ook wel mee eens. Maar met name is dat echt wel de eer, de verdiensten van de organisatie. Die hebben echt mensen, die hebben veel werk verzet. Geloof dat maar van mij, echt. Daar heb ik echt zoveel waardering voor, van wat die dit jaar hier geprobeerd hebben. Voor zo'n 25 exploitanten komt er weer een gat in de agenda. En dat terwijl sinds 1 juli versoepelingen zijn voor dit soort evenementen. Zo'n 20% van de kermis in Nederland gaat door. Ik ben bang dat veel exploitanten het door deze tegenslag niet gaan redden, zegt Orderman. En daar ben ik dus ook bang voor. Echt waar. Nou ja, en dan zeggen ze de kermis in Goes zal plaatsvinden tussen 14 en 20 augustus. Daar heb ik andere berichten over gehoord. Maar goed, dat houden we hier dan even buiten de video, want dat is interne informatie. Ik wilde nog doorgaan over ik begrijp de beslissing van de burgemeester volledig. Ik begrijp dat niet. Er komt een corona-uitbraak. Die corona-uitbraak die zet vanaf nu niet meer door. Dat is gewoon zo, die zet niet meer door. Er komen geen nieuwe besmettingen in Goes bij. Dus je hebt de corona-uitbraak onder controle. De mensen die corona hebben, die zitten thuis, die zitten in quarantaine. Oké, tot zover kan dus, zie ik dus geen probleem waarom die kermis niet door zou kunnen gaan. Want we hebben allemaal gezien dat een kermis corona-proof is. En dat je als jij op een kermis loopt, en zeker een kermis zoals die in Goes geschetst is, bij de Zeelandhallen, dan is er zeer weinig kans dat jij corona oploopt. Ik denk 5% kans dat je corona oploopt. Dat is zo klein dat je daar corona oploopt. Als je corona oploopt, dan is je eigen schuld. Dat weet ik zeker. Dus 0% als je aan de regels houdt. Daar ben ik van overtuigd. 100% zeg ik niet omdat ik wil dat die kermis doorgaat. Dat zeg ik uit ervaring. Ik heb dat gezien in Schijndel. Ik heb dat gezien in Tilburg. Als jij je aan de regels houdt, 0% besmettingsgevaar. Sowieso besmettingsgevaar buiten veel kleiner als binnen. Tot zover begrijp ik dus die burgemeester niet. Ik begrijp die burgemeester ook niet om het feit dat jij iedereen die corona hebt in quarantaine moet zetten. Dat betekent dus dat die mensen die corona hebben, die kunnen die kermis niet op. Waarom ben je dan bang dat er een nieuwe uitbraak komt in op die kermis? Als de mensen die corona hebben binnen moeten blijven. Ook dat gevaar is weg. Dat betekent dus dat jij gewoon 0% kans heb op corona op die kermis nog steeds. Zie ik nog steeds niet in waarom of die kermis geannuleerd wordt. Dan, de kermis wordt geannuleerd. En waarom staan al die terrassen dan vol in de stad? Waarom zitten die elke zaterdag vol? Die terrassen die vergroot zijn, waar mensenmassa's op afkomen. Waarom mag dat wel? Waarom mag je wel in een cafeetje zitten? Terwijl het binnen gevaarlijker is dan buiten in de open lucht. En kermis is buiten in de open lucht. Dat is bewezen, hè? Dat het buiten in de open lucht minder gevaarlijk is als binnen, hè? Dat je buiten bijna niet besmet kan raken met corona. Dat is bewezen.
Dus ik snap het niet. Ik snap niet dat dat wel mag en niet. Daarbij reed ik afgelopen zaterdag, dat is even leuk om te vertellen, wel goed om te vertellen. Want ik heb me weer zitten opwinden in die auto. Dat wil je natuurlijk niet weten. Ik ben natuurlijk, de laatste tijd ben ik heel erg bezig met mijn kanaal van, jongens, ik wil laten zien dat die kermis kan. En ik wil dat zoveel mogelijk mensen weten dat die kermis kan. En daar sta ik ook echt voor. En wat ik zeg, dat meen ik ook echt. Kermis kan. Er zijn zulke goede maatregelen genomen, dat elke kermis kan draaien. Daar ben ik van overtuigd. Ik rijd dan naar Tilburg. En ik zie dan, want Zeeland is meestal wel een drukke provincie als het gaat om toerisme. Ik heb nog nooit zoveel toerisme gezien als dit jaar. Er stond een fucking file vanaf de Vlakentunnel tot aan Bergen op Zoom. Zeeland in. Allemaal mensen die Zeeland inkomen. Ik heb verhalen gehoord van Schouwen, Duiveland, dat dat exact hetzelfde was. De weg van Bruinisse naar Zierikzee stond stampvast, dezelfde parallelweg stond vast. Mensen, waarom mag dat wel? Waarom douw je heel Zeeland vol? En mag dat wel? En mag een coronaproevenkermis niet doorgaan? Al die toeristen, die komen naar Renesse toe. En die gaan lekker bij elkaar zitten, jongen. In dat centrum, leuk. Want die fucking Duitsers, die hebben de super strenge regels in Duitsland. Maar als ze in Nederland zijn, hebben ze ook al die regels, laten ze roze bam los. Dat zie je hier in Goes ook. Dat weten ze. Dat weten ze. Dat weet ook die gemeenteraad. Dus ik snap niet waarom dat wel mag en een kermis niet. Ik ben het er ook niet mee eens. Niks dat ik nu een verwijt leg naar de organisatie. Want ik ben 100%, die hebben echt alles eraan gedaan. Die hebben gestreden tot het aan het uiterste puntje. Maar ik vind het laks van de gemeente dat ze zeggen die kermis mag niet doorgaan. Vind ik laks. Discussies ook weer onder die bij de Omroep Zeeland Facebookpagina en bij de PSC Facebookpagina, waar ik ook weer... Ja, ik ben dan iemand die daar hard tegen ingaat. Sorry. Van, maar het is gevaarlijk. En kijk in Tilburg en kijk in dat. En dan wil ik gelijk naar overschakelen zometeen. Tilburg. Want in Tilburg gaat het ook niet goed. En dan ben ik iemand die gaat er hard tegen in. Want ik ben in Tilburg geweest. Ik weet hoe het daaraan toe gaat. Ik spreek dus uit ervaring. En mensen die dus onder die dingen... Die hebben dat nieuwsbericht gezien van Tilburg. Want dan ga ik nu naar overschakelen. Want dat was van de week weer. Een of andere viroloog, Ab Osterhaus. Die zegt, Tilburgse kermis had op deze manier nooit door mogen gaan. Dat vindt die viroloog. Dat vindt die Ab Osterhaus. Nou, Tilburgse kermis had in de huidige vorm niet door mogen gaan. Dat vindt viroloog Ab. Dat is helemaal een kutnaam. Dat klinkt als een vent van plus 50. Nou, die heeft ook veel zin in zijn leven dan. Volgens de wetenschapper is er een aanzienlijke kans... dat het aantal ziekenhuisopnames door kermis kan gaan stijgen. Kan gaan... Mensen, hier in dat regeltje staat ook wel eens om Brabant weer. Staan dan wel weer een paar dingen. Hè. Is een aanzienlijke kans... Kans, dus het hoeft nog niet eens. Dat het aantal ziekenhuisopnames door de kermis gaan stijgen. Kan gaan stijgen. Kan, dus het kan. Oh, het kan. Het is niet zeker, maar het kan. En ja, in de open lucht is het niet zo heel gevaarlijk, zeggen ze ook. Een woordvoerder van de gemeente liet afgelopen weekend weten dat zij eigenlijk niet de indruk heeft dat bezoekers zich niet groot aan de coronavoorzichten zouden houden. Wij zijn ervoor om de randvoorwaarden te scheppen. Mensen hebben in beginsel hun eigen verantwoordelijkheid benadrukken, drukte ze. Ja, ik heb een interviewje gezien tussen Kermiswem en Dolf nog wat. Die kermiswethouder daar. Vond ik me zeer sterk in, want hij zei het ook inderdaad. Mensen hebben ook een eigen verantwoording. Dat wordt helemaal vergeten in heel die coronazooi. Het is allemaal maar de verantwoording bij een of een organisatie of een café of weet ik veel waar. Nee, mensen zijn zelf ook verantwoordelijk. Als jij een mensenmassa inloopt, dan doe je dat zelf. Je kan ook om die mensenmassa heen of even wachten tot die mensenmassa weg is. En daar ben ik het met hem eens. Maar die Osterhaus die vindt het kwalijk dat de gemeente zoiets zegt. Het is in Nederland al gebleken dat die eigen verantwoordelijkheid niet werkt. Nou, dan niet. Dan is dat jouw probleem, de persoon zelf. Daar moet jij sancties op zetten. Dan moet je boetes op zetten. Als jij corona krijgt omdat je je niet aan de regels houdt, knal er een boete tegenop. Bam. Dus er moet gehandhaafd worden, zegt hij. Als we goed ons best doen, kunnen we het virus ons land uitjagen.
Dat gaat echt niet lukken wanneer we massaal bijeen gaan komen. Zo legde Osterhaus uit bij het radioprogramma Wakker. Tilburgse wethouder heeft eerder gezegd dat de bezoekers van de kermis niet overal 1,5 meter afstand zullen houden. In Nederland zijn we met name van deze maatregelen sterk afhankelijk. Want mondkapjes wordt hier weinig gebruikt. Wanneer besmette bezoekers naar de kermis komen, is de kans daarom zeer groot dat ze het virus zullen verspreiden. Zeker onder jonge mensen. Ik denk dat dat dus helemaal niet het geval is, dat het heel groot is dat jij dat virus zal verspreiden. Ik denk dat die kans wel heel klein is. Want het gaat met deeltjes. Nou ja, je zit in de open lucht, dus het is zo allemaal weg. En jongens, kom nou eens een keer naar buiten. Ik ga dit niet helemaal verder lezen. Maar goed, ik zat dus op een gegeven moment koffie te drinken. En mijn collega die leest altijd de krant. En die zat het AD te lezen. En daar wil ik naartoe. En dat zie je bij heel veel media, zie je dit gebeuren. Al jaren. Maar nu met name, vanwege corona is een hot item. En de Tilburgse kermis is groot Tilburgse kermis. Overal werd het geroepen vorige week, de Tilburgse kermis gaat beginnen. Oh, interessant. En dat is een hot item al lang. Tilburgse kermis, wauw, dat is de crème de la crème. Geweldig. Moeten we allemaal eventjes zeggen in ons radioprogramma, televisieprogramma, in onze krant. Maakt niet uit wat. Nou. En dan ook nog eens een keer in combinatie met corona. Och, maar dat verkoopt. En de Tilburgse kermis en corona. Wauw, daar kunnen we veel dingen mee verkopen. Daar gaan we klantjes mee binden. Want dat zijn allebei twee hot items. Oké, dus AD had ook zo'n bericht geschreven. Ook over die viroloog. Precies hetzelfde bericht. Maar dan over onze maandag. Dat het gigantisch druk was. En daar kwam deze foto kwam daarbij. Nou, dan denk je echt. Zo, potverdikke me. Dat is eens een partijtje vol. Dacht ik ook hoor. Ik dacht, mijn collega's, help, maar dat kan toch helemaal niet in coronatijd. En dat is echt onacceptabel en zo. Nou ja, ik dacht toen ik die foto zag, dacht ik, nou, ik heb afgelopen zaterdag iets heel anders meegekregen van die Tilburgse kermis. Het was gezellig druk, maar zo druk dat je 1,5 meter afstand kon houden. Ik herken dit helemaal niet in de Tilburgse kermis. En toen ging ik op onderzoek uit. En dan zie je wat die media doet. Want het kan ook mooi aansluiten op de kermis in Goes. Want misschien hebben die nieuwsberichten ook gelezen uit Tilburg. Wat de media schrijft. Ik ben gaan zoeken op die foto later. Want ik vond die foto schrikbarend. En ik kon me daar niet in vinden. En toen kwam ik dit artikel tegen. Van Omroep Brabant. En dan kijken we nu eventjes naar de datum. Ja, en daar staat dus 22 juni 2019 is dat artikel geplaatst. Dus dat betekent, dat is toch wel knap hè? Nou, dat zou dus een foto wezen van 2020, maar hey, diezelfde foto, precies dezelfde foto, nou, die werd een jaar eerder ook al gebruikt. Hoe kan dat nou toch? En zo word je dus vernaaid door de media. En zo zetten ze dus de kermis weer in een heel slecht daglicht. Want het is gewoon een foto van een jaar geleden, toen corona nog niet eens in Nederland was. Toen wij nog niet eens wisten van corona. En dat is wat ik al heel lang zeg in het kermisjournaal over verschillende kermisnieuwsberichten. En dat is ook een ding waar wij... Het chaos stond kort op een flat. En ik had het erover met Raymond toen wij naar Tilburg reden. Ik zeg, ik zat van de week naar Radio Veronica te luisteren. En daar hadden ze het over het filmpje van Dumpert. Ik zeg, weet je dat ze daar zeiden? Dat daar de turbopolyp stond. Ik zeg, daar word ik toch zo kwaad van. Als ze dat gaan zitten zeggen. Dat ze niet eens weten wat daarnaast staat. Dat ze zomaar maar lukraak iets op de radio roepen. Zonder echt te weten wat het is. Ik zeg, laat ze me dan bellen. Dan ben ik ook echt, bel me maar. Ik zal wel wat uitleg geven over de kermis hoor. Ik heb mijn mondje waarbij. Was de chaos. Ja, uiteraard. En dan zeggen ze tussen turbopoliep. Hoe de media dingen kan verdraaien in een negatief daglicht kan zetten. Om zo hun krantje beter te laten verkopen. Of hun radioprogramma betere luistercijfers te kunnen laten krijgen. Of televisieprogrammaatje beter te laten scoren. Dat is media helaas. Het is helemaal niet het nieuws erbij te brengen.
Het is ook vaak fake nieuws naar buiten brengen. Toen zei Raymond tegen mij, en dat was natuurlijk ook wel een dingetje. Hij zegt, Pat, nu doen ze dit over kermis, hè. Foute berichten naar buiten doen, hè. Hij zegt, hoe zou dat dan wel niet zijn met corona? Zou dat dan niet precies hetzelfde wezen dat er fake nieuws naar buiten komt om maar een berichtje te schrijven? Ja, en dan weet ik zeker dat elke kijker van deze video daar ook over gaat twijfelen. En ik ook. Wat is dan, is corona nog zo besmettelijk? Of doen wij nou 1,5 meter houden voor Jan Doedel? Doen we het nou echt ergens voor? Of hebben we heel de economie van Jan Doedel op zijn gat gezet? Hebben we ervoor gezorgd dat straks voor niks de kermis en tante misschien allemaal naar de kloten gaan? Ja, dat zijn wel dingen waar je over nadenkt, hè? Ja, ik heb er ook geen antwoord op, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb sterker vermoeden dat buiten heel ongevaarlijk is, corona. En dat het juist binnen een probleem is. En nogmaals benadruk ik dan in deze video. Elke kermis kan doorgaan in Nederland. En nu nog hopen dat die eigenwijze flikkers van welke gemeente dan ook in Nederland dat ook eens eindelijk gaan zien. Ga eens naar een kermis toe die coronaproof is. Rij nu eens. Stap nu eens de auto in en ga eens naar Apeldoorn. Ga daar eens kijken. Een coronaproof kermis. Gemeente Goes. Hallo gemeente Goes. Stap nu de auto in en ga eens naar Apeldoorn. Kijk hoe het daar is. En kom dan nog eens terug op de beslissing dat je de kermis Goes aflast. En laat elke gemeente dat eens gaan doen. En kom dan nog eens terug op, gaan we de kermis door laten gaan, ja of nee? Ik weet zeker dat als je die kermis gezien hebt, dat je van gedachten verandert en dat jij zegt, de kermis in mijn stad gaat door omdat het veilig genoeg is. Ik snap niet dat gemeentes dat niet begrijpen. Maar nogmaals, de organisatie in Goes heeft gestreden tot aan het puntje. En daar ben ik ze dankbaar voor. Hopelijk kunnen ze volgend jaar in Goes nog een keer hetzelfde doen als wat ze dit jaar wilden doen. En dan heb ik het over dit. Tactisch. Maar ik mag het niks verklappen natuurlijk. Dus ik doe dit. Ik hoop dat het mag. Want volgend jaar mag ik ook mijn 10-jarig jubileum vieren met mijn YouTube kanaal. Zou een heel mooi cadeautje wezen voor de kermis Goes. Als het gaat gebeuren, komt er een meeting. Dan komt er een meeting in Goes. Nou. Ja. Moeilijk kermisjournaal. Met een serieus onderwerp. Misschien heel lang. Maar ik wilde het kwijt. Ik was eerst van plan, doe het niet. Want toen zag ik al die reacties weer komen. Toen dat mensen nog eens begrijpen dat die kermis afgelast wordt. En toen dacht ik, ja, je kan het toch niet laten om eventjes even er alles uit te gooien. Ja, sorry mensen, ik heb ook mijn gevoelens en emoties en ik wilde het ook even kwijt. Dus ik wilde mijn mening kwijt. Het waren dingen die mij verdwars zaten. Binnenkort meer kermis hier op de PTK, echt beloofd mensen. Ik probeer zoveel mogelijk kermis te doen in de aankomende tijd. Pretparken zullen we ook gaan doen, zullen we ook mee doorgaan. Maar kermis komt zeker nu in de aankomende periode erop. Bedankt voor het kijken mensen. Vond deze video interessant, leuk? Wil je er nog eens aan toevoegen? Zet een reactie eronder. Maar als je het leuk vond, doe even een duimpje omhoog. Als je nog niet geabonneerd hebt, doe dat op dit kanaal. En Goes, de Goese inwoner is één met de kermis. Dat wil ik ook nog even zeggen als laatste. Want ik heb de afgelopen periode, sinds dat Rutte gezegd heeft dat kermissen mag, heb ik zo ontzettend veel berichtjes gehad via de Facebookpagina van de kermis Goes, die ik ook beheer. Van, gaat de kermis Goes door, ja of nee? Ja, dat is hartverwarmend dat de kermis in Goes de laatste jaren zo populair is. En dat doet mij goed om te zien. Ik heb die groei mogen meemaken van de kermis in Goes de laatste tijd. Want we hebben in een put gezeten. Dat weet iedereen die ooit op de kermis in Goes geweest is. En we zijn uit die put aan het klimmen. En je ziet de afgelopen periode dat die kermis in Goes steeds populairder wordt. En daarom is het zo jammer dat die niet door kan gaan dit jaar. Want ik had het iedereen zo gegund. Maar goed, helaas. Mensen, bedankt voor het kijken en toedeledokio. We'll be right back.